Ik ben blij, maar het is ook natuurlijk gemixte gevoelens. Want ik heb net een paar dagen geleden afscheid moeten nemen van mijn gast gezien, wat dat heel pijnlijk was. Ik heb van mijn vrienden afscheid moeten nemen. Ik ben nu bij mijn gezin, ik kan mijn vrienden van vorig jaar terugzien, er is veel te vertellen. Dus dat is altijd natuurlijk wel iets leuks om naar uit te kijken. Er zijn echt hele, hele fijne momenten geweest dat ik echt nooit meer ga vergeten. Ik heb super goede vrienden gemaakt en zo, echt, echt super leuk. Ik heb 10 maanden ergens anders gewoond en nu ineens ben ik terug thuis en praat ik terug Nederlands met iedereen, hoor ik terug Nederlands overal. Het is heel raar, maar het is een heel goed gevoel om terug thuis te zijn. Je moet er eigenlijk niet te veel bij nadenken, je moet er eigenlijk gewoon voor gaan en alles komt goed. Je moet er niet te veel bij stressen bij wat voor gezin dat je zit, want die doen het omdat ze van kinderen houden, omdat ze er ook voor zijn willen gaan, voor de ervaring dat jij ook wilt doen. Dus uiteindelijk, alles komt al op zijn pootjes terecht. Het beste jaar van mijn leven, echt superleuk. Er gaan altijd moeilijkere momenten zijn, maar gewoon blijven gaan. Gewoon echt, het is superleuk en je krijgt zo'n kans maar één keer. En het is echt fantastisch, je moet er gewoon maar genieten. Ja, ik kan het gewoon niet omschrijven hoeveel ervaringen ik heb opgedaan, hoeveel mensen ik heb leren kennen. Het is gewoon geweldig, ik kan het gewoon niet anders beschrijven.